Hoi allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze Clarissa armband moet maken. In het Engels heet hij de Clarissa bracelet. En hij is gemaakt op 2 pinnen. Ik heb hiervoor mijn mini loom gebruikt, maar je kunt natuurlijk ook je rainbow loom of je vingers. Of zelfs misschien wel 2 potloden of een vork of 2 vorken. Bedenk je eigen 2 pinnetjes en... Ik ga vandaag precies dezelfde armband aan jullie laten zien. In dezelfde kleuren. Je pakt je kleur voor de achtergrond van je armband. En die zet je op je haak. Dan pak je je kleur voor de rijtjes ertussenin. Daar ga ik een beetje een huidskleurachtig kleurtje voor doen. Die zet je zo erop. Dan pak je paarse elastiekje. Breng je zo erop over. Doe de andere kant van het huidskleurige elastiekje ook op je haak. En trek je hoog. Ja, de andere kant op mijn haak. Als je dit aantrekt, dan ziet het er zo uit. Zet je paarse elastiekje hier aan de ene kant erop. En dan dit huidskleurige elastiekje aan de andere kant. Zodat het er zo uitziet. Je haalt de paarse eraf. Draait hem zodat het eracht is. Nu pakken we nog een keer een paars elastiekje. Zet je op je haak. Pak dan een huidskleurig elastiekje. Strek hem uit. Breng het paarse elastiekje over op het huidskleurige elastiekje. Zo. En breng de andere kant ook op je haak. En nu zetten we hem niet weer precies zo op, maar juist omgekeerd. Zodat de huidskleurige elastiekje zit waar nu het paarse zit. En dan de paarse waar nu het huidskleurige zit. Zo. Ik zet eerst de paarse op. En dan de huidskleurige. En alleen bij de eerste keer draaiden we het paarse elastiekje in en acht. En dat doen we nu niet meer. Ga naar de ene zijkant. Je ziet 3 bandjes. We gaan nu de inverted fishtail doen. Dus je steekt in de middelste. En die duw je naar achteren. Dan pak je de onderste. Gaat over de pion heen. Laat je hem los. En aan de andere kant doen we hetzelfde. Steek in de middelste. Pak de onderste. Over de pion heen. Naar het midden. Zo. En nu pak je weer een paars elastiekje op je haak. En een huidskleurig elastiekje. Strek je. Breng het paarse daarop over. Andere kant van het huidskleurig elastiekje ook op je haak. Zo. En nu plaatsen we een paars elastiekje waar nu 2 huidskleurige elastiekjes zitten. Dus zo. En de huidskleurige elastiekjes plaatsen op waar nu de huidskleurige en een paarse zit. Dus zo. Aan deze kant zie je 4 bandjes. Alleen we moeten er 3 op hebben. Dus je pakt. En aan de andere kant zie je 3 bandjes. Dus omdat er 4 bandjes zitten, pak je het onderste bandje, haal je er over het pion heen en laat je hem los. En nu kun je gewoon de inverted fishtail doen. Doe de middels naar achteren. Pak de onderste. Over de pion heen. Laat je hem los. En aan de andere kant ook. Steek in de middelste. Duw die naar achteren. Pak dan de onderste. Gaat over de pion heen. Laat je hem los. Nu zet je hem weer neer. Ja, eigenlijk zo. Ja. En nu zet je weer een enkel paars elastiekje op je haak. En dan pak je een huidskleurig elastiekje, strek je hem, breng je deze erop over, andere kant ook op je haak. En nu plaatsen we hem weer een paars elastiekje waar 2 huidskleurige elastiekjes zitten. Zo.
En de huidskleurige elastiekjes gaan op de andere kant. En nu zullen er telkens twee bandjes, vier bandjes aan de ene kant zitten en drie aan de andere kant. Dus dan moet je bij die vier bandjes, pak je de onderste. Gaat over de pion heen, laat je hem los. Dan doe je dat naar beneden. En nu steek je, nu gaan we weer de inverted fishtail doen, omdat aan beide kanten nu drie bandjes zitten. Steek in de middelste, pak de onderste, over de pion heen, laat je hem los. Andere kant steek in de middelste, pak de onderste, over de pion heen en laat hem los. Zo ga door totdat je armband lang genoeg is. Ik denk dat mijn armband wel lang genoeg is. En voordat we de C-clip erop gaan plaatsen, je ziet aan beide kanten twee bandjes. En we halen aan beide kanten de onderste over de pion heen, laten we los. Onderste over de pion heen, laten we los. En nu zie je aan beide kanten nog maar één bandje. Dan pak je je C-clip of S-clip. Die duw je aan de ene kant hoog. Die duw je aan de ene kant op het bandje. Dan kun je die kant eraf halen. Ga nu naar de andere kant en duw de C-clip er daar ook op. Dan kan het eraf. Je armband van je mini-loom af. Of je rainbow loom. En nu ga je naar de andere kant. Pak je even twee bandjes of één. En die duw je ook in de C. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.